Suriname heeft sinds gisteren een wet dierenwelzijn. De wet werd gisteravond in de Nationale Assemblée met algemene 37 stemmen goedgekeurd. Alle fracties hebben ingestemd met de wet. De initiatiefwet is verdedigd door Jennifer Geerling-Simons, bijgestaan door mede-initiatiefnemer Karel Breeveld. De initiatiefwet werd in 2014 ingediend en er ging een lange voorbereiding aan vooraf, aan de behandeling en aanname. De regering moet nu nog diverse staatsbesluiten uitvaardigen, waarin de besluiten nader uitgewerkt worden. Dit zal in de komende periode gebeuren, zegt Simons. Als iemand zijn hond mishandelt, dan kunt u niet LVV bellen in feite. Dat is tot nu toe zo. Okay? Het zou mogelijk zijn dat LVV dat ook op zich neemt. Tot nu toe is het zo dat voor... Gaat het over een misdrijf van een mens tegen een mens? Constateert u dat er iemand op uw erf is en u belt de politie? Dan kennen we de vraagstukken die ons soms overkomen. Niet alleen voor dieren, maar ook gewoon voor mensen. Dat de politie zegt, ik kan niet komen of er zijn niet genoeg mensen. Dat zijn vraagstukken die we moeten overwinnen. Op een gegeven ogenblik is het natuurlijk zo, en dat heb ik ook in mijn redenvoering gezegd, dat ook bij de politie zelf, bij wie we aangifte doen van overtredingen en misdrijven, er speciale mensen kunnen zijn. Daarnaast kan de dienst die door LVV nu moet worden opgezet volgens deze wet, ook een rol daarin gaan vervullen. De problematiek van we hebben niet genoeg mensen of we hebben niet genoeg auto's, is op zichzelf natuurlijk geen reden om iets dat strafbaar is gesteld bij wet niet bij de politie aan te melden. Simons en Breeveld en diverse andere leden spraken over een mijlpaal. De mishandeling van dieren moet tegengegaan worden door deze wet, zegt Breeveld. Hij geeft aan dat er een belangrijke taak is weggelegd voor de overheidsinstanties. Voorzitter, tijdens de behandeling van deze wet heb ik vaker gedacht, en de voorbereiding heb ik vaker gedacht aan het klassieke boek Animal Farm van George Orwell, wat we op de middelbare school gelezen hebben, waarbij de dieren in opstand kwamen tegen de mensheid die hen als slaven behandelden. En die dieren namen dus de macht in eigen handen. Ik denk dat deze wet ertoe zal bijdragen dat dat niet zal gebeuren, maar dat we op een concrete, duidelijke manier als burgers van dit land gewerkt hebben om de dieren die bescherming en die garantie te bieden dat ze op een normale wijze kunnen functioneren en leven in onze samenleving. Parlementslid Karel Breeveld. Suriname heeft sinds gisteren een wet dierenwelzijn. Deze werd in de Nationale Assemblée met algemene 37 stemmen goedgekeurd. Alle fracties hebben ingestemd met de wet.